De tweede oefenwedstrijd van VVV Venlo vindt plaats in Echt op het veld van EVV met EVV als tegenstander. En de ploeg van Hans de Koning krijgt hier via Roemer de eerste kans. Maar doelman Kremers is zeer attent. Het is een tweede oefenwedstrijd in een paar dagen tijd, de laatste voor een korte pauze. Dit is een goede paas van Simon Jansen. Die vindt oprechts Roemer, die is snel, sterk en heeft een lopje in gedachten. Maar het is niet moeilijk genoeg voor Kremers. Roemer raakt licht geblesseerd, moet later ook gewisseld worden. VVV had toch al wat last van lichte pijntjes, zo ontbrak Guus Hupperts bijvoorbeeld. En met een wedstrijd op kunstgras wilde de club geen risico nemen. Dit is Essanoussi en dit is Schriffi, de testspeler, met een prima redding weer van Kremers. In een eerste helft die slechts 35 minuten duurt, is het eigenlijk eenrichtingsverkeer. Zet VVV goed druk, hier via Roeven, die verovert de bal en brengt Hendricks, de invaller van Roemer, in stelling. Moeilijke hoek, maar het zijn het. En zo blijft het dus 0-0. Voor EVV is het de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen, vers in voorbereiding, dus nog helemaal wennen. De derde divisionist heeft één actie in de eerste helft, Yildirim schiet, maar geen probleem voor doelman Delano van Crooy. Die wedstrijd op Sportpark in de Bandert in Echt is met publiek geselecteerd. Mensen moesten zich aanmelden. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de coronamaatregelen. In de tweede helft ook het grote wisselen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we wel Arjan Swinkels zien in het shirt van VVV. En VVV hier de eerste mogelijkheid krijgt. Gecreëerd door Jesse Hendricks. En twee minuten na de pauze zet hij zijn ploeg op voorsprong. Hendricks in de eerste helft al ingevallen dus vanwege de geblesseerde Roemer. En in die tweede helft is zichtbaar dat de ploeg flink getraind heeft onder leiding van Hans de Koning in de afgelopen weken. En na die oefenwedstrijd in Zwolle tegen Sporting ST, die met 19-0 werd gewonnen, en dat was een vijfde klasse, is dit in Echt iets anders. En die ploeg, EVV, krijgt een enorme kans via Stan Kochanowski. Maar hij mist in kansrijke positie, oog in oog met doelman Verbong, die ook weer minuten krijgt. Door die kans van EVV werd VVV een beetje wakker geschud, nam de regie weer in handen. En dat ging bijvoorbeeld via Essanoussi, die de hele wedstrijd speelde en hier met veel gevoel Aaron Bastiaans bereikt. Goede kopkans, maar net naast voor de linksbuiten, die zich zeer nadrukkelijk in de kijker probeert te spelen van Hans de Koning. Maakte vorig seizoen natuurlijk zijn debuut in de Eredivisie, scoorde ook meteen, maar raakte ook geblesseerd en is nu dus weer terug. In de slotminuut dan. Actie van Simon Jansen wordt onderuit gehaald. Scheidsrechter Tunnis kan er niets anders aan doen dan de bal op de stip leggen. En dat is een klusje voor Jesse Hendricks. En dat benut hij feilloos. Hij maakt zijn tweede van de middag. VVV wint in Echt met 2-0 van EVV.